De hoogste prioriteit van de regering voor de situatie in Brokopondo is het helpen van de lokale bevolking uit hun nijpende situatie. President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat er een crisisteam voor Brokopondo wordt ingesteld. De problemen in Brokopondo zullen structureel worden aangepakt door de crisisteams van Brokopondo en de regering. Tijdens een bezoek in Brokopondo Centrum afgelopen zaterdag haalde het staatshoofd aan dat Brokopondo in crisis is. Er is wateroverlast, er is sprake van enorme schade en het zal nog meer regenen. Voedselhulp, het weghalen van mensen uit bedreigde gebieden en een wederopbouwplan vallen ook onder de hoogste prioriteit van de regering als het aankomt op de crisis in Brokopondo. We werken gestructureerd samen met de mensen aan een wederopbouwplan. Derde is namelijk de personen die schade geleden hebben dat er een registratie komt. En met de registratie zullen we als regering kijken wie welke hulp moet krijgen in het kader van de hele wederopbouwplan. We willen de gebieden terug hebben in die traditionele situatie. Na Unugudu. We hebben niks eraan als de mensen wegtrekken. Het zal een verlies betekenen van 300 jaar historie en dat is niet wat we nog moeten doen. We moeten alles doen, dat die gebieden goed beschermd zijn, dat de mensen in ieder geval veilig zijn en daarvoor gaan we investeren. Minister Pralat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij wees de districtsbewoners erop om nu ervoor te kiezen om op hoog gebied te planten. Hij benadrukte dat het planten op lager gelegen gronden riskant kan zijn. De regering zal een bijdrage leveren in het identificeren van hoger gelegen gebieden en de dorpen en kostgronden naar die gebieden helpen verhuizen. Vanaf dapper dat we lukken mogelijkheid, vafgomomorohe, pedegronde, pelantikan jeponu, voor krindengrond, voor verhuis, het dorp dapper, maar ook toe de kostgrondjes zade, voor gonamorolog toe. En gidati tidak mikon ang aming diktoro ng staff fu luku alfast fu orienter sap sa tenou nuk ba pe ohi askade de wan askade tenou unokang tekop ete om dati presis sumu unmashi omen hektar kesabe beprani of ginger beprani of trasani te awat raw sakap chin somoro de mau tangkong de mau ana mekaskade op dat we lukken naar foto, want Gralantimus de Kwang bestrooit die abradati. Faf gomore varen naar de schade. Minister Seudin zegt dat het ministerie reeds is begonnen om hoger gelegen gebieden schoon te maken, zodat de mensen in het district daar kunnen planten. Hij erkent dat relocatie van de dorpen niet gemakkelijk zal zijn. Echter moeten voorbereidingen worden getroffen, gezien de voorspellingen zijn dat het in de komende jaren nog meer zal regenen. De bedoeling blijft om een permanente, duurzame oplossing te vinden voor dit jaarlijks terugkerend probleem.